Hey, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga voor jullie vloggen, want Mila zit hier. Ziet er zo niet uit. We gaan zo meteen namelijk naar de première van 50 Shades Freed. So, well, yeah, that is gonna be lit. En we gaan ons nu even opmaken, want we moeten echt... Nou, ik heb me net opgemaakt. Ik weet niet echt of het heel erg mooi uit is gezien. Gekomen. Oh ja, ik moet heel snel mijn nachtlakker afhalen. Dit is wat ik aan heb. Mijn blouseje van de Bershka, broekjes van de Bershka, schoenen van de Bershka. Ben je ook helemaal Bershka? Ik ben al Bershka. Nee, ik heb alleen een nieuwe look. Oh, nou, en mijn hakken die ik zo meteen daar ga aandoen, die zijn van Haren. Maar in ieder geval wat ik nu allemaal aan heb, is van de Bershka. Superleuke loafertjes, dus ja. Maar we moeten heel even haasten, want we moeten over 5 minuten weg. En we zijn nog niet ready to go. Hier. Nou, ik hoop dat je ons kunt verstaan, maar we zitten in ieder geval nu in de... trein naar Amsterdam. En we staan in de wc, want Mila moet even de broek aantrekken. Wat klinkt er nog broek aan? Ja, ze had een jurk aan, maar het was een beetje koud. Deze sjaal weet ik niet waarvan die is. Hij is van mijn zus, maar super leuk. Jas, Bershka. Top Bershka, broek Bershka. Schoentjes, dus ook Bershka. Oh ja, dat heb ik al gezegd. Oké, mijn jurk is van Bershka. Mijn oorbellen zijn van Costus. Jezus. Geef mij ook tijd. Nee, ik ga ze geen tijd geven. Dus dit is even een overview van hoe ik eruit zie. Oh, wat is dit dan? Nou, we zijn er nu. Zal ik die vasthouden voor het groepje? Ja, is goed. Ik wil niet dat er alcohol in zit. Nou en, dan drink ik hem. Maar waar zit jou? Ik heb er jouw alcohol in. We zijn er en we staan even boven. Hier beneden is het allemaal gaande en zo. Maar wij hebben ons even afgezonderd van de rest. Om jullie eventjes een mooie overview te geven van hoe het eruit ziet. Alleen daarom. Hier maar gewoon gaan staan, want het is hier rustig. En ik probeer dus nu te filmen voor Rosa. En ik krijg echt paniek afvallen, want ik durf niet alleen. En mensen zitten me aan te staren, want ja, we staan gewoon. Oh, kijk dan. Dus zoals je kan zien, is het heel erg druk. En het is ongemakkelijk. En jullie hebben ons zien klaarmaken. Ik probeer even mijn outfit te laten zien. Zal ik ook gaan vloggen? Oké, ik ben echt heel erg nerveus. En ik kan Rosa niet vinden. Je ziet alleen maar mijn onderkin. Zo beter. Ja. Hallo. Hey. Nou, we zitten nu in de zaal en we hebben heel erg leuk popcorn gekregen. Kijk hoe cute. Echt love it. We hebben even nog meer chocola hebben gekregen. En een flesje water. Oh, en nog iets. Oh. Van water. En voor de rest. Ja. Zo ziet het eruit. Wacht, het duurt lang. Ja, het probleem is dat wij niet weten hoe laat het begint. Hoe laat de film begint. We zitten hier doodleuk al vast in die stoelen. Geen idee. De struggle is, laat maar zeggen, echt nieuw. Ja. Gewoon niet een klein beetje. Gewoon heftig, hè. Een bierboom zo. Pleun. 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 Oh, pleuntje. Pleun. Waar blijft Koen Kardashian? Ja, we gaan zien. Niet iemand anders. Koen. Ja, oké, jongens. Echt alles. Wij hebben dus iets. Wij mochten eerder weg bij onze les hiervoor. Alleen als we minimaal
3 foto's van bekende mensen gingen maken. Ja, selfies of gewoon foto's. Selfies of gewoon foto's. Maar anders staan we afwezig. Anders staan we afwezig namelijk voor die les. En dat willen we niet, want ja. Wij zijn die goede leerlingen die nooit afwezig zijn. Nou, Mila is een goede leerling die nooit afwezig is. Wel zeggen we. Dus ja, maar we zien wel mensen. Oh, yeah. Wacht even. Hoe doe je inzoomen? Deze? Oh, hier. Oh, dit is voor meer benen. Als je gaat trouwen. Ik dacht, ik weet niet of ik moet in mijn leven, maar... Joep! Teken voor jou om te merrien. Heel erg schattig. Armbandje met een hartje. Nee, dat is zo niet scherp. Ja, nu. Ja, ik zit er nu heel goed.